Het begin van de 40 dagen durende vastentijd in de katholieke traditie is vandaag ingeluid met Ash Woensdag. In de Sint-Petrus en Paulus-kathedrale Basiliek is er een middagdienst gehouden ter ere van Ash Woensdag. Pater Martin Noordermeer, die de dienst leidde, gaf aan dat Ash Woensdag met een rein geweten moet worden gevierd. Ash Woensdag is de voorbereiding van het paasfeest. De katholieken moesten vroeger vasten, maar dat is tegenwoordig aangepast, zegt Pater Noordermeer. Katholieken, wij moesten vroeger vasten. Maar de bisschop van Rome, Pius XII, heeft in 1953 de verplichting om te vasten afgeschaft. Dus nu mogen wij vasten, vroeger moesten wij vasten. En ik denk dat dat een hele grote ommezwaai geweest is, want vroeger gingen we vasten omdat het verplicht was. En nu vasten we, als we vasten, doen we dat gewoon ja, uit overtuiging. Maar het is in ieder geval, Ash Woensdag is het begin van de 40 dagen tijd, echt een tijd van vasten, denken aan anderen. En wij krijgen dan vandaag ook in het evangelie van Ash Woensdag, worden ons dan ook door Jezus zelf in de bergrede advies gegeven. En het advies is, als je vast, doe het dan uit overtuiging. Doe het omdat je jezelf iets wil opleggen. En als je bidt, doe het dan oprecht. Ash Woensdag staat ook in het teken van de naasten gedenken die het minder hebben dan jezelf. Behalve bidden en een aalmoes geven is het gedenken van de medemens in nood een van de uitingen van Ash Woensdag. De pater onderstreept dat wanneer je iemand in nood helpt, anderen dat niet hoeven te weten. En dat is eigenlijk het aalmoes geven. En hij zegt er eigenlijk nog bij, doe het niet om door de mensen gezien te worden, maar laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Nou, persoonlijker en moeilijker kan het dan niet, want je linkerhand weet altijd wat je rechterhand doet. Maar dat is dan een Bijbelse uitdruk om te zeggen, hou het geborgen, laat niemand het zien. Want je Vader in de hemel, of je nou bidt, of een aalmoes geeft, of vast, je Vader in de hemel, hij ziet het altijd en hij zal jullie daarvoor belonen. Naast het denken aan uw naaste en ook nog bidden en oprecht bidden, wat is dan de boodschap op deze dag naar de rest van de samenleving toe? Nou, dat wij dus feitelijk het advies van Jezus in moeten, dus net wat u zegt, dus het vaste bidden aan moest geven. Dat zijn, het bidden is onze relatie met God. Het aanmoes geven onze relatie met onze medemens. En dat is eigenlijk, wordt gesymboliseerd in het kruis. Die verticale balk op Golgotha, dat is onze relatie met God. De as die is gebruikt tijdens de dienst is afkomstig van de palmen van Palmzondag van het vorig jaar. De vaste tijd loopt tot en met Stille Zaterdag, één dag voor Pasen.